en de Elegast. Waar moet je de schrijver die onbekend is nu hulde brengen? Dat is natuurlijk een probleem. We hebben gekozen om naar Parijs te gaan, omdat we toch Buskenwet aandeden. En tenslotte is Karel koning der Franken. Fraai historie en de alwaar. Dat is het bekende begin van Karel en de Elegast. Een echte krimi waarin vechtpartijen plaats hebben, afluisterpraktijken. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is nog steeds een boek dat gelezen wordt. En het dateert uit 1250. En je kan je leerlingen, als je leraar Nederlands bent, nog altijd enthousiast maken voor dit middeleeuws werk. En Karel speelt zelf de hoofdrol in Karel en de Elegast. En dat is bijzonder. Hij krijgt de opdracht van God, uit de mond van een engel, om uit stelen te gaan. En dat Karel niet een achtergrondrol heeft, maar wel degelijk zelf de hoofdrol speelt, dat maakt ook dit boek, dit verhaal, zo bijzonder. Fraaie historie en de alwaar, mag ik u tellen, hoort ernaar. Het was op een avondstonde dat Karel slapen begonde. Tingelen op den Rijn, het land was algader zijn. Hij was keizer en de koning mede. Hoort hier wonder en de waarheden. Wat een koning daar geviel, dat weten nog die menigen wel. Tingelen al daar hij lag.